is je boy SR. En tuurlijk moet je genieten en stunten. Maar denk goed na over je toekomst. Ga zuinig om met je munten. Let's get it. Denk aan sparen, denk aan sparen. Je moet ook denken aan later. Denk aan sparen, denk aan sparen. Geniet vandaag, maar denk ook aan later. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Ja, goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. Je kijkt naar het Week van het Geldjournaal met alle hoogtepunten, zodat jij niets hoeft te missen van de Week van het Geld. Wie hebben we vandaag de gast? Oh, ik heb hier zoveel zin in. Niemand minder dan Dylan Arends! Hey mensen! Er wordt wel eens gezegd dat je van gamen lui wordt, maar niets is minder waar. Hey Dylan, ik... Wat is dit voor gekkigheid? Hey man, ik ben net klaar met de warming-up, dus jij kan meteen. Ik word zo vrolijk van die gast. En we gaan live schakelen naar groep 5 van de Lonnekerschool in Enschede. Even kijken of ze er klaar voor zitten. Goedemorgen, Lonnekerschool. Hey, hebben jullie er zin in? Ja. Ja, nou, één iemand in ieder geval wel. Dus dat is goed. En we zien hoe Eva, Joep, Fuad, Mike en Jasmijn op bezoek gaan bij de Koninklijke Nederlandse Munt. In hun zoektocht naar die spannende schat. Als ik het goed begrepen heb, zijn jullie op zoek naar een schat. Dat komt goed uit, want we maken hier heel veel munten en penningen. Baas, je hebt gelijk, kijk. Eigenlijk is alles hier een schat van de minister. Dit moet je zeker wel supergoed beveiligen. Oeh, spannend, spannend, spannend. En hij zit er hoor, hier aan tafel. Dylan Arends, goedemorgen. Goeiesmorgens. Goeiesmorgens. Superleuk dat je er bent, man. Nou, fijn dat ik er mag zijn. Spannende dag ook voor jou. Ja, zeg dat wel. Ik ga een bekend iemand ontmoeten, hè? Ja, en hij jou. Ja. En dat bedoel je natuurlijk onze minister van Financiën, ja. Wopke Hoekstra. Wopke. Heb je die eerder ontmoet? Nee, nog niet eerder, nee. Maar vind je het ook spannend, want jullie gaan samen die persconferentie doen straks. De kinderpersconferentie, om 10:00, ja. Live. Dus dan zit je daar met die microfoon voor je mond en dan mogen ze eigenlijk alles aan je vragen. Vind je dat spannend of heb je dat wel eens eerder gedaan? Nou, ik heb het wel eens eerder gedaan. Niet over dit specifieke onderwerp, maar ik vind het vooral heel erg leuk. Want ik vind het juist leuk om ook over dit onderwerp te praten. Ja? Dus ik heb er eigenlijk gewoon heel veel zin in. En waarom vind je het leuk om over geld te praten? Ja, ik weet niet. Iedereen heeft te maken met geld. En ik heb natuurlijk ook veel te maken met geld. Ik vind het ook gewoon interessant. Ik ben natuurlijk ook een ondernemer, naast dat ik YouTuber ben. Dus ik vind het wel leuk om kids mee te geven hoe ik dat dan doe en wat mijn tips zijn. En volgens mij vinden ze dat super interessant. Want er zijn heel veel kids die datgene willen doen wat jij doet. Ja, blijkbaar wel, ja. Ja, dat is best een populaire job. Ja. De 10e Week van het Geld vieren wij. Je zegt net zelf al, iedereen heeft te maken met geld. Maar ben jij ook goed in omgaan met geld? Ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik enigszins goed kan omgaan met geld. Ik heb geen geld aan Marit vragen? Ja, misschien is dat een betere. Ja, ik heb wel soms wat impulsieve aankopen, maar ik ben wel goed in sparen. Dus dat scheelt. Oh, dat is heel goed. Ik kwam laatst een leuke YouTube-video van jullie tegen. Jullie zijn een geld-challenge aangegaan. Gaan we heel even naar kijken. Vandaag gaan we dus geld uitgeven en we hebben allebei een briefje van 100. En nu denk je, oh leuk, daar kun je leuke dingen van doen, dat klopt. Maar dit is natuurlijk weer een challenge. Dus wat er gaat gebeuren is het volgende. Wij gaan de hele dag op pad en in deze envelop zitten 4 opdrachten. Die opdrachten moeten we uitvoeren, maar daar moet je geld voor uitgeven. En degene die dus het meeste geld overhoudt, die wint en die wint ook een prijs. Ja, nu wil ik weten hoe het af is gelopen. Wie wint er? Nou, wie denk je? Ik denk eigenlijk Marit. Ja, dat denk klopt. Ik echt. Ja. Ik heb toch weer wat impulsieve aankopen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een bijl gekocht. Ja, ik moest Why? Ja. Wat moet je met een bijl? Nee, ik moest een cadeautje kopen voor Rick. En Rick is een van onze teamleden en die heeft altijd een houthakkersblouse aan. Hij was jarig en toen dachten we, misschien moeten we een bijl kopen, dat is gaaf. Nou, die was toch iets duurder uiteindelijk dan we hadden verwacht. Oh, je hebt ook een splinternieuwe bijl. Nee, wel op Marktplaats, maar het was echt een hele coole bijl. En die hebben we nog laten graveren, dat kostte ook allemaal geld. Ja, zie je, nou, dat soort dingen. Ja. En dat vinden mannen dan toch leuk, hè, dat hij er mooi uitziet, even laten graveren, ja. Goed, we hadden het net al even over die persconferentie. Er zijn meer dan 1000 vragen binnengekomen. Zo. Maak je geen zorgen, ik ga ze niet alle 1000 aan jullie stellen. Okay, dat scheelt, anders zitten we hier nog 3 dagen. Maar ik dacht, ik ga vast even met je oefenen om in te komen. Oh ja, goeie. We hebben een vraag van Sandra binnengekregen via de mail. Mm-hmm. En zij vraagt, vanaf welke leeftijd kon jij goed omgaan met geld? Eigenlijk
eigenlijk wel van jongs af aan. Ik ben altijd wel van het sparen geweest en ik heb nooit een gat in mijn hand gehad. Ik hield ook niet van snoep, dus ik ging nooit snoep kopen en zo. Ja, dat scheelt natuurlijk ja, al. Echt? Ja, veel kids die kopen natuurlijk snoep. En ik woonde tegenover een snoepwinkel. Ik haalde dan nooit wat. Wauw, ja. Dat is helemaal de kat op het spek binden. Ja, echt, als je tegenover de snoepwinkel woont. Ja. Oké. Okay. Dus ik kan best wel sinds mijn tienerjaar gewoon goed omgaan met geld. Maar van wie heb je dat geleerd dan? Ja, zit dat er van nature in of zo? Ja, ik denk wel van mijn ouders. Wij hadden het niet super breed, maar ik wil ook niet zeggen dat we arm waren of zo. Helemaal niet. Maar daardoor ging je denk ik wel beter nadenken over hoe je uitgaven deed. Oké, super. Als jij nou zit te kijken, je denkt, maar ik heb nog zo'n fantastische vraag voor Dylan of voor onze minister Wopke Hoekstra. Mail die dan even naar info@wijzeringeldzaken.nl. En dan gaan wij nu door naar Enschede. We gaan even bellen met... Gaan we even bellen met... Nee, dat gaan we straks doen, hoor ik net. We gaan eerst even zoomen, want we gaan het hebben over gastlessen die worden gegeven in heel Nederland. Want deze hele week zijn er natuurlijk op scholen gastlessen en wordt er heel veel aandacht gegeven aan hoe om te gaan met geld. Hoe werkt zo'n gastles? Wie komt er dan bij je in de klas en wat wordt er dan allemaal verteld? Ik ga nu even zoomen met twee mensen. Dat zijn Jean-Paul Maland en Jolanda Steuver. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is ook een soort van bellen met, maar dan net anders. Leuk dat jullie er zijn. Goedemorgen. Jean-Paul, laten we even bij jou beginnen. Waar werk jij en wat voor gastlessen geef je dan? Ik werk zelf bij Egon en ik heb gastlessen gegeven van Fix Your Risk. En dat gaat over verzekeren. Over verzekeren. En kun je dan even in het kort uitleggen wat voor dingen je vertelt in de klas aan de kinderen? Ja, we hebben in het kort hebben we het over verzekeren gehad. Wat verzeker je wel en wat verzeker je niet? Daarna hebben we een online spel gespeeld, waarin de kinderen steeds bewuster werden van, ja goed, wat gaan we wel verzekeren en wat niet? Een paperclipje verzeker je niet, een auto of een scooter verzeker je daarentegen weer wel. Hoe reageerden de kinderen op jouw gastles? Ja, ze werden steeds enthousiaster. Het was erg leuk om te zien. Ja? Stellen ze goede vragen en zo? En zijn ze echt geïnteresseerd? Ja. Zeker gedurende de gastles merkte je gewoon in de klas een stuk enthousiasme. Ja, ze zagen ook heel duidelijk van goed, dit willen we wel verzekeren. Dat gaan we niet doen. En dat was leuk om te zien. Top. Een stuk bewustwording. Ja. Jolanda, hoe zit dat bij jou? Waar werk jij voor? Ik werk voor de SNS-bank. Ja. En ik geef dus de les bank voor de klas. En dan hebben wij het vooral over wat doe je bij een bank? Wat kun je bij een bank? Kom je tegenwoordig nog wel eens bij een bank? En wat zijn de ervaringen van de kinderen ook vooral? En wat weten ze al? Weten ze bijvoorbeeld dat internetbankieren nog helemaal niet zo lang geleden er nog niet was? En nu wel? En hoe zag het er vroeger uit? En hoe is het nu? Heel groot verschil. Toen ik vroeger bij de bank begon, moest ik eerst drie hele dikke kluisdeuren door voordat ik binnen was. En dat leggen we uit, want het is natuurlijk heel anders. Ja. En ja, dan hadden we geen pinautomaten, we hadden geen internetbankieren. Dat leggen we uit, dan gaan we naar kijken. Maar ook vooral, hoe is het nu? Hoe gaat het via internet? Hoe makkelijk doe je een aankoop via internet? En wat heeft het dan voor gevolgen voor Juist. Je financiën, voor je geld? Eerst sparen, dan uitgeven. Nou, allemaal dat soort dingen. Leuk, Heel leuk. Een groot leuk. Feest om te mogen doen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. En het leuke is dat jullie ook na deze week, dus na de week van het geld, die gastlessen blijven geven door heel Nederland. Hè? Tot aan de zomervakantie. Dus als er docenten nu zitten te kijken of kinderen die denken, oh, ik wil ook zo'n gastles bij mij in de klas. Zeker. Dan kan je dat nog steeds aanvragen, maar doe dat dan wel deze week via weekvanhetgeld.nl. Mag ik jullie vriendelijk bedanken en heel veel succes met al die lessen die jullie gaan geven in Nederland. Ja. Heel graag gedaan. Oké, doei doei. Zo, ja, ik begon er net al even over. Want ik vind dat een van de leukste onderdelen van dit programma. Even bellen met. Dan gaan we naar een school in Nederland. Want wat wij heel tof vinden is dat er heel veel juffen en meesters in Nederland aandacht geven aan de Week van het Geld. En omdat we dat zo tof vinden, gaan we ze verrassen met iets heel leuks. Dus daarom gaan we even bellen met. Bellen met. En dit keer gaan we naar Enschede. En ik kom niet met lege handen aan. Want omdat we het zo tof vinden dat de klassen aandacht geven aan de Week van het Geld, maken zij kans. En die hebben ze dan ook al gewonnen. Deze
geweldige Dagobert Duck Sitzak! Hoppakee! Dat is hem dus! Hoe tof is die? Ja, die is mooi, hè? Hij is mooi. Lekker kleurrijk. En hij zit ook lekker. En hij ligt lekker. Want dat hebben we gisteren met de meester Jesper getest. Ja, heerlijk. Maar wat nog toffer zou zijn, Dylan, als jij er even een krabbeltje op kan zetten. Oh, dat kan ik wel doen. Ik denk dat hij dan nog meer waard wordt. En dan hebben we straks ook nog meneer Hoekstra te gast. Ga ik vragen of hij ook even wil signeren. Misschien kan ik er ook nog een krabbel op zetten. Ja, waarom niet, hè? Ik heb altijd een stift bij me, dus dat komt goed uit. Ja. Even kijken wat je er dan op gaat zetten. Kijk, ik ga hier maar een tekeningetje zetten, ja? Ja? We hebben het close in beeld. Komt-ie. De D, de H en een smile. Nou, hey, kort maar krachtig. Ja, ja. Leuk. Kan je het nog één keer laten zien aan de camera? Zeker. Dan hebben we hem even goed in beeld. Een echte Dagobert Duck zitzak, gesigneerd door Dylan Hages. Tof, man. Die gaan we dus weggeven of verloten. Daar kom ik nog op terug hoe je deze kan winnen. Wie hem in ieder geval... Zou je hem even weg willen halen? Nou, oké. Okay, dan kan ik even verder met het programma. Wie hem in ieder geval heeft gewonnen is groep 5-6 van de Lonnekerschool in Enschede. Goedemorgen! Lonnekerschool, hey! Kijk, ik zie de zitzak al staan daar in het midden van de klas. Super, hij heeft dus een mooi plekje gekregen. Hoe is het met jullie? Mooi. Wij hebben hier Dylan Hages natuurlijk in de studio zitten. Dat hebben jullie al lang al gezien. En jullie mogen straks een vraag aan hem stellen. Maar ik ben eerst heel erg benieuwd wat jullie al hebben gedaan deze week met de Week van het Geld. Juf Marjolein. Oh, daar gaat iemand staan. Wie ben jij? Hallo? Oh, wacht even voordat je gaat praten. We gaan even het geluid checken, want we horen je niet. En we willen natuurlijk heel graag horen wat jij te vertellen hebt. Dus we gaan even checken of we de microfoon kunnen laten werken. Techniek, hè? Ja. Techniek, hè? Live, het jongens. Blijft een dingetje. Ik vind het altijd wel spannend. Ja, er kunnen dingetjes fout gaan, maar we gaan het oplossen. Zodat we horen wat dit lieve meisje te zeggen heeft. Even checken of we er alweer zijn. Juf Marjolein, kunt u mij horen? Nee, we zijn er nog even... Oh, we horen nu iets. Hallo? Ja. Hallo. Ja! Kom maar dichter bij de camera. Praat lekker hard. Wat hebben we gedaan? Lessen over geld. Het journaal gekeken. Codes gedaan. En een werkboekje en poster gekeken. Zo. Wat goed bezig zijn jullie, zeg. En vinden jullie het allemaal leuk om hier mee bezig te zijn? Over geldzaken? Ja. Ja? Oh, wat goed. En mag ik wat handen zien? Wie van jullie heeft er al gespaard? Oh, zo. Dat zijn er best veel. Iedereen. Ja. Wow, wat goed zeg. Nou, stel jullie vraag maar aan Dylan. Wat willen jullie weten? Nou, daar komt de volgende. Ja. Als je 1 miljoen euro had, houd je dan alles voor jezelf of ga je het delen? En zo ja, met wie? Heb je hem goed gehoord? Ik heb hem goed gehoord, ja. Als ik 1 miljoen euro had, zou ik het dan voor mezelf houden of delen? Oh ja. Ja, dat is een goede vraag, maar ik zou dat absoluut delen. Ik deel nu ook al heel veel. Ik vind het heel leuk om samen met mensen etentjes te hebben en zo. Dat betaal ik dan ook graag. En ja, ik heb natuurlijk een heel team. Misschien kennen jullie ze wel, hè? Team Dylan Hages. Ja, en daar delen we ook mee. Dus daar hebben we elke keer bijvoorbeeld leuke weekendjes mee en zo. Dat is super gezellig. En ja, als je een beetje geld hebt, kun je dat soort leuke dingen doen. Ja, en het is ook eigenlijk alleen maar leuk als je het kunt delen met mensen, toch? Absoluut, absoluut. Genieten wordt dan zoveel leuker. Wat een goede vraag, zeg. Hartstikke bedankt. Heel erg gefeliciteerd met de geweldige Dagobert Duck Sitzak. En nog heel veel plezier met de Week van het Geld. Doei! En blijf kijken, hè, want zometeen om 10 uur zijn we weer live met de kinderpersconferentie. En heb jij nog een vraag voor Dylan Hages of voor onze minister Wopke Hoekstra? Stuur dat dan naar info@wijzeringeldzaken.nl. Goed, we gaan naar onze spannende miniserie. Heb jij wel eens geacteerd eigenlijk? Dus jouw hele leven? Ja, ja. Sterker nog, ik heb een eigen film. Ga weg. Ja, de film van Dylan Hages. Nou, dat heb ik even helemaal gemist. Ja, ja, ja. Nee, die is 2 jaar terug uitgekomen.
En die ging heel goed. Ja. Dus dat was echt fantastisch. We hadden een première tour. Gingen we met de helikopter door het hele land vliegen om alle premières te openen. Ja, het was ongekend. En uiteindelijk hebben we 320.000 bezoekers gehaald. Wow, dus, wat tof, joh. Ja, echt bizar. Oh, kan ik dat nog ergens terugkijken? Hij is nu net van Netflix af, volgens mij. En staat nu op Videoland. Oké, top. Nou, waarom ik erover begin. Wij hebben ook een eigen miniserie gemaakt, hè, van de Week van het Geld. En daarin volgen we Eva, Joep, Fuad, Mike en Jasmijn bij een spannende zoektocht naar een verborgen schat. En vandaag gaan onze vrienden naar de Koninklijke Nederlandse Munt. Dat hebben jullie vast wel gezien in de eerste aflevering van de Week van het Geld, waar het geld gemaakt wordt. En misschien komen ze dan eindelijk dichter bij die schat. Weet je zeker dat het hier is? Ja, ik denk dat ik achterlijk ben of zo. We zijn er, jongens. Wow, kijk. Wat een gebouw. Welkom bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Ik ben de muntmeester. Als ik het goed begrepen heb, zijn jullie op zoek naar een schat. Dat komt goed uit, want we maken hier heel veel munten en penningen. We zijn op zoek naar een schat van de minister van Financiën. We hebben aanwijzingen gekregen dat we hier moesten zijn. We hebben deze pakketjes meegekregen. Ze zijn voor u. Kijk eens aan, dat is goed nieuws. Florijn, zou je onze gasten willen rondleiden? Ze zijn op zoek naar een schat van de minister van Financiën. Ik zie jullie zo. Dag allemaal. Een schat van de minister. Eigenlijk is alles hier een schat van de minister. Jullie zitten hier goed. Wij slaan hier munten voor landen over de hele wereld. En via banken en winkels komen die vervolgens in omloop. En dus bij alle mensen. Dit moet je zeker wel supergoed beveiligen. Er gaat hier geen munt de deur in of uit zonder dat wij dat weten. Volgens mij worden we in de maling genomen. Wil je alsjeblieft ophouden met dat gezeur? Ik zeg al niks meer, oké? Baas. Ja, wat nou weer? Je hebt gelijk. De bunker. Natuurlijk heb ik gelijk. Wij van de Koninklijke Nederlandse Munt vindt heel belangrijk dat kinderen weten wat we hier doen. En voor wie we het hier doen. Het is echt super dat jullie ons gevonden hebben. Jullie zijn goud waard. Dat zegt onze meester ook altijd. Jullie zijn goud waard. Oh ja, jullie meester. Goed, jullie zijn op zoek naar de schat. Zoals jullie kunnen zien hebben wij die hier genoeg. Maar niet degene die jullie zoeken. Het spijt ons, die kunnen we jullie niet laten zien helaas. Kunnen jullie wel verder helpen? De minister van Financiën kijkt er enorm naar uit om dit koffertje weer in ontvangst te nemen. Misschien geeft hij als dank het antwoord op jullie vraag. Hij gaat tenslotte over de schatkist van Nederland. Ik ben er klaar mee. Nog één locatie en we zijn er. Maak dat koffertje open. Nee, dat doen we niet. Maar hoe wij dat sowieso gaan doen? We weten de code nog niet eens. Dan smijten we hem kapot. Wat kan mij het schelen? We kunnen nu toch niet meer naar de minister. Weet je hoe laat het is? We zijn dit af en toe samen begonnen. We maken dit ook samen af. We gaan morgenochtend naar die minister. Oké, wie neemt het koffertje mee? Ik in ieder geval niet. Als mijn vader erachter komt wat we uitspoken, dan zwaait er wat. Ik wil het niet op mijn geweten hebben hoor, als ik hem kwijtraak. Alsjeblieft. Oeh, spannend. Morgen is de allerlaatste aflevering. Dus dan zullen we er echt achter komen of ze die schat gaan vinden of het allemaal goed gaat komen. Dylan, we zijn er alweer doorheen door het journaal.
kort journaaltje, hè? Ja, dat ging wel heel snel, ja. Bam, 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 bam. Maar je hebt nog meer te doen. Straks ben je om 10 uur live, hier ook via deze livestream, om de kinderpersconferentie bij te wonen. Dus moet je nog even voorbereiden? Moet je nog ja, zeker, zeker. Ik moet wel even goed inlezen. Ik moet mijn best doen. Ik moet goede antwoorden geven, maar ik heb er heel veel zin in. Oké, goed zo, ik ook. Morgen dus, het laatste journaal van de Week van het Geld. Wie hebben we dan te gast? Nou, dat is heel leuk. Twee vrouwen van het Nederlandse vrouwenelftal. Twee voetballers. Inessa Kaagman en Danique Kerkdijk. Hoe tof is dat? Bedankt voor het kijken en heel graag tot zometeen bij de kinderpersconferentie. Hoi hoi! Pin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij.